videoconferentie, ik heb gelezen Blue Zones, ik heb gelezen ICT, zorg. Wat gaan we hier vandaag doen bij de Mandenmaker? Nou, vandaag vindt de jaarlijkse regenconferentie plaats. Die vindt dit jaar in Bunschoten-Spakenburg plaats. Wij zijn dit jaar gastheer daarvan. De regenconferentie vindt ieder jaar plaats in een van de gemeenten uit de regio Amersfoort. Nou, dit jaar in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Naast bestuurders uit de regio zijn ook een aantal ondernemers uitgenodigd op het gebied van zorg, ICT en welzijn. En met elkaar wordt gesproken over welke kansen de regio biedt op deze verschillende sectoren. Oké, en zijn er veel gasten aanwezig? Er zijn zo'n 132 gasten aanwezig vandaag. Waaronder een aantal burgemeesters uit de regio, wethouders, maar ook veel ondernemers uit de zorgwereld, ICT-wereld en de bouwwereld. En wat kunnen we gaan verwachten hier? Nou, we beginnen met een wake-up call, dat iedereen even wordt wakker geschud van hey, waar ben ik vandaag de dag eigenlijk mee bezig? En doe ik dat over 5 jaar nog of bestaat over 5 jaar mijn business helemaal niet meer? Want de wereld gaat natuurlijk heel erg snel, helemaal op het gebied van ICT. Dus we willen met elkaar gaan kijken van wat ik nu doe, wat heeft dat op de langere termijn voor gevolgen en voor zin. En op welke manier kunnen we door het maken van crossovers elkaar versterken. Beste mensen, van harte welkom in Bunschoten-Spakenburg voor de regioconferentie 2015. We hebben als gemeente Bunschoten zijn we er blij mee om u hier allemaal te mogen verwelkomen. En ook deze eer om deze regioconferentie dit jaar te mogen organiseren. We willen topsportbedrijven. We zijn per slot van rekening uitgeroepen tot de beste topsportgemeente van Nederland. Ja, het is echt zo. En u denkt natuurlijk, dat komt natuurlijk door het voetbal. En dat is inderdaad zo, maar ook onze plaatselijke damclub is Nederlands kampioen geworden. Ja, nee. En met twee topklasses moet ik zeggen. De blauwe en de rode. En dan ook nog eens 1 hoofdklasse, de groene. Ja, zijn we denk ik absoluut koploper op het gebied van voetbal in de regio Amersfoort. Maar u kent ons dorp allemaal van dat koek, vis en voetbal. Nou, de koek hebt u al gehad. Die lag bij de binnenkomst al klaar. Of er in de loop van de dag vis zal worden geserveerd of gepresenteerd, dat moeten we allemaal afwachten. Dat is de verrassing. Maar de bal, ja, die ligt vandaag bij u. Want wij hebben hier vandaag een programma gemaakt, dat gaat u straks allemaal beleven. Waarbij het niet over u komt, maar met u samen vorm wordt gegeven. Gaan we spreken over onze toekomst als regio Amersfoort en wat we daarin kunnen betekenen. En het bestuurlijk overleg economische zaken, die belegde een paar jaar geleden de vraag hoe dit beter of nog beter zou kunnen gebeuren bij professor Dr. Oetsche Atsema. Hij is hoogleraar economische geografie van de Universiteit Utrecht. En in dit onderzoek en die adviseerde crossovers te maken, dus tussen de sterke kanten van ons huidige profiel. Oftewel, in de dingen waarin je goed bent, zorg dat je daar nog zeker nog een beetje beter wordt. De winnende regio's blijken de regio's te zijn die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden in de regio zelf en daarbuiten. En dat betekent dus dat je moet altijd investeren in vernieuwing, in innovatie. En het idee dat je innovatie kan doen in je eentje is onzin. Feliciteren. Een hele goede conferentie toegewenst. Heel veel succes allemaal. Ja, ik weet dat u na het openingswoord denkt van wat gaan we nu doen. Maar ik wilde nog even in het kader van een klein dingetje iets laten zien. Het was wel mooi dat we vandaag in ADAC al een stukje vooruitblik werd gegeven van wat wij vandaag aan het doen zijn en wat er in de regio Amersfoort gebeurt. Dus ik was er eigenlijk wel mooi trots op dat de regio Amersfoort zo mooi hier naar voren komt in het ADAC. En als ik dan deze pagina er ook nog even bij pak, dan denk ik dat er iemand is die bijna dit blad om gaat noemen tot Spakenburgs Dagblad Amersfoortskrant. Dames en heren, veel plezier. Kijk. Het programma.
het is één, ook niet heel duidelijk te zien, maar het programma, ik denk, ik vertel gewoon, om 4 uur gaan we dit doen, 4:15 gaan we dat doen, maar het blijkt wat complexer dan dat te zijn. Het is dus al begonnen en het stopt dus ook niet vandaag om 10 uur. Want ik hoor net 90 dagen uit die Innovation Day, dus het loopt ook nog door. Waarom is dat? Nou, één is de aanname, het niveau is hoog, we kunnen best het een en ander doen. U heeft talent in het verbinden, maar er zit ook wat ervaring in het programma, namelijk dat we soms wat vastzitten in ons eigen denken. En dat hebben we geprobeerd ook in het programma, hoe kunnen we elkaar helpen daar wat in te doen. U hoeft vandaag dan ook niet het beste uit uzelf te halen. Dat geeft mij altijd wel een gerust gevoel. Maar u moet wel het beste uit de anderen halen. Dat betekent dat anders is er maar één iemand met u bezig. Nu zijn er meer dan 100 mensen met u bezig. Dus dat is een beetje hoe we dat vandaag gaan doen. Goedemiddag allemaal. Bedankt aan de organisatie dat ik hier mag staan. En ik ga nu het makkelijkste doen van mijn half uurtje of klein half uurtje. Dat is een filmpje starten. Fountainets heb ik daarvoor opgezet en daar proberen we ondernemers anders naar hun eigen toekomst te kijken. Maar Permanent Beta, dat is wel zo'n flexibele minifabriek. Daar hebben we inmiddels 2500 dwarskijkers, systeemprikkers, dwarsdenkers die bij elkaar komen om sociale innovatie te versnellen. En dat doen we allemaal zonder geld, papier en gedoe. En komende zaterdag in de nieuwe stad komen er 400 mensen bijeen uit die community. 50 sprekers om met elkaar sociale innovatie te versnellen. Daar zit een onderdeel, dat is de Edu-hackathon. Gaan we proberen het educatie kijken of we daar nieuwe energie en nieuwe zuurstof in kunnen pompen. Dus ik probeer mensen en netwerken te verbinden. En waarom doe ik dat? Omdat we met elkaar moeten bouwen in verbinding aan die nieuwe samenleving. En ik heb geen kristallenbol, ik heb geen blauwdruk. Ik weet wel dat er een stille wenteling gaande is. En het lijkt wel of systemen die we in het verleden opgebouwd hebben, onderwijs, zorg, politiek, dat die allemaal aan verandering onderhevig zijn. Maar er zijn een heleboel stromingen onder de radar bezig die krachten bij elkaar brengen om een volgende fase in te gaan. En daar willen we jullie in meenemen. Twee bedrijven en wij verhuizen vanaf vrijdag naar Soesterberg, dat is gefeliciteerd burgemeester met deze indrukwekkende bijeenkomst. Nu heb ik verschillende kreten voorbij horen komen. En wat is nu precies uw droom? Ja, mijn droom is natuurlijk dat wij er in staat zijn om als samenwerkende gemeentes in de regio Amersfoort. Dat we met elkaar een aantal dingen aanwakkeren bij onze bedrijven en onze instellingen. Zodat die klaar zijn voor de toekomst. Het gaat om de voorzieningen en de zorg en de werkgelegenheid voor onze burgers. En op het moment dat we zeggen van nou, daar moeten we op investeren, dan moeten we dat ook samen doen. En ik merk dat er enorm veel energie in de zaal zit om daar ook iets wat van te maken met de ongelofelijke wijzigingen in deze tijden. En nu hoorde ik een kreet voorbij komen, vastzitten in eigen denken. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat heel veel mensen, maar dat zit ik dan zelf ook, je bent wie je bent en wat heb je meegekregen en wat is je denkkader. En als wij nu bedenken dat over 5 jaar er dingen zijn die wij nu nog helemaal niet bij de hand hebben, die je nog niet kan kopen.
En terwijl de wereld er over 5 jaar zo uitziet. En dat de mensen die dat werk moeten hebben, daar dan straks dat die werkgelegenheid hebben. Of dat de mensen in de zorg op die manier zorg krijgen in bijvoorbeeld de haven. Ja, dan moeten we met z'n allen, en niet met z'n allen, maar er zijn mensen nodig die in staat zijn om vooruit te denken. En nou ja, dat noem je dus innovatie. Dat je toch stappen gaat maken die er nu nog niet liggen. Maar die wel straks zeggen van hoe is het mogelijk. Hè, met de reis naar de maan. En zitten we nu met alle iPhones bijvoorbeeld en onze mobiele telefonie. Nou ja, dat had niemand die toen naar de maan reisde gedacht. Nou, zulke ongedachte dingen komen voorbij. In de zorg, als je gaat bouwen. En die sectoren die zetten we vandaag bij elkaar. En out of the box denken, dat past je dus wel? Ja, ik vind het leuk om te doen. Ik heb er best plezier in. Maar ik wil ook wel weer landen. En vandaar dat we nu zeggen van nou, nu hebben we genoeg even gedacht over de future. Nu wil ik terug in de history. Dan gaan we naar de geschiedenis van Spakenburg lekker op een botten varen. Oké, nog een laatste vraag. Bunschoten als Blue Zone? Ja, voor mij is de Blue Zone nummer 1. Altijd al geweest, zal het ook blijven. Dank u wel, burgemeester. Dit was de burgemeester van de groep. En die gaat nu heerlijk met zijn mensen, zijn gasten, een tochtje maken op het botter. Goedenavond. Mag ik even wat vragen voor RTW Bunschoten? Nou, zeg eens even voor Bunschoten. Tot hoever bevalt het nu? We hebben het heel erg gezellig gehad, ja. Heel erg gezellig? Ja, het was een beetje koud op de boot, maar voor de rest hebben we het top naar ons zien gehad. Ja. Ja. En heeft het ook vruchten afgeworpen, denkt u? Ik heb 2 kaartjes meegenomen. Kijk, van 2 bedrijven. En die ga ik bellen volgende week. Dan ga ik een afspraakje maken. En misschien dat we wel zaken kunnen doen. Dat zou leuk zijn natuurlijk, hè? Ja, dat is ook een beetje de opzet, hè? Ik had graag een mooie zaak uit Bunschoten willen opschrijven, maar dat is nog niet gelukt. Dat is nog niet gelukt. Maar in ieder geval, het heeft wel perspectief voor de toekomst, denkt u? Wie weet. Ik denk het wel, ja. Ik wou wel zeggen, ik geef je even een hand. Oh, helemaal goed. Dank u wel. Ja. Een goede avond. Hoe bevalt de conferentie tot zover? Ja, goed eigenlijk. Ja, mooie conferentie. Met veel contacten met allerlei bedrijven op het gebied van ICT, op zorg en ook economie. Dus mooie verbindingen. Dus je hebt wel het idee dat het vruchten af gaat werpen deze dag? Ik denk dat het een zinvolle bijeenkomst is en met heel veel ideeën. En ik denk ook dat het producten gaat opleveren. En heb je goed kunnen netwerken? Ja, zeker. Er waren veel nieuwe contacten uit verschillende gemeenten. Ik kom zelf uit de gemeente Leusden. Een mooie gemeente. De andere gemeenten die aanwezig zijn, die hebben netwerkcontacten meegenomen. En het is goed om daar verbinding in te maken. Om uiteindelijk weer nieuwe producten, systemen te ontwikkelen. En dan zie ik dat jij een prachtig lijstje in je hand hebt. Ja. Is dat huiswerk? Wij kregen een opdracht mee op de botter. En de vraag was om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. En nieuwe verbindingen maken, eigenlijk nieuwe fabriekjes ontwikkelen. Dat hebben we met elkaar gedaan. En ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat we bedacht hebben. Ja, dat dacht ik al. We hebben bedacht, en het gaat over zorg. Mensen hebben zorg nodig. En ons idee is van dat wij de mensen zelf vragen van wat heb je nodig. En dat we daarop inspelen. Vaak is het nu zo dat wij iets bedenken voor de mensen. En dat geven ze dan. We zeggen dan van nou, u hebt dat, dan hoort dat product bij of hoort die dienst bij. Maar dat we nu even andersom gaan vragen van wat kunt u nog zelf? Wat kan het netwerk doen? En wat heb je dan nog nodig? Ik hoor ook heel vaak domotica. Heeft dat hier ook een beetje wat ermee te maken? Klopt. ICT kan natuurlijk heel veel dingen ontzorgen. En ervoor zorgen dat mensen zelf weer dingen kunnen gaan doen. Als voorbeeld, je kunt naar de huisarts toe gaan. Maar nu kun je misschien met een webcamverbinding gewoon contact met de huisarts maken en daar contact mee maken. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld voorzieningen in een huis. Waar je vroeger iemand voor nodig had en die zorgde dat je bed omhoog ging of andere dingen moest gebeuren. Dat kan je nu via de motica gaan doen. Bijvoorbeeld de lichten uitdoen. Oude mensen willen nog wel eens de lichten vergeten. Die kan je bijvoorbeeld afstand uitzetten. Allerlei manieren om ICT, technieken, een plek te geven in de huishoudens.
Nou, het klinkt in ieder geval goed. Ik heb gehoord dat jullie nog even een lekker hapje gaan eten. Ik wil je bedanken en nog een hele fijne avond. Dank u wel. En ook een fijne avond. Ja, collega's, dat steeds met de microfoon. Hebben jullie al mensen geïnterviewd? Ja. Dat je bordje aan het invullen bent. Tenminste, bij ons aan boord zijn er mooie ideeën ontstaan. We hebben genoten van het eten, maar de drank, maar voornamelijk ook de mooie luchten. En dat heeft veel inspiratie opgeleverd, tot ook een aantal concrete flexima's, zoals Erik had gezegd. Er was aan boord wel de vraag, wat zijn flexima's? En gelukkig, ja, bij ons aan boord was er één die het precies onthouden had. Heel mooi, ja. Dat zijn, ik noem het maar simpel de lokale minifabriekjes. Maar Dirk, hoe ging die ook weer? Flexibele minifabriekjes. En we hebben er drie. Eén is, en daarom drie. Kijk, drie ketjes. Daar kunt u straks bij het uitgaan, als u dessert wil, uw bedje in gooien. En we moeten nog even kijken welke kleur voor wat staat, maar dat gaan we oplossen. Eén is een regiolab. Dus als je in het regiolab wil zitten, dan zeg, daar komen dus de vragen in waarvan we het antwoord nog niet hebben. Dus iedereen heeft het tegenwoordig over de portals waar we vraag en aanbod matchen. Hier gaan we vragen met vragen matchen, omdat het aanbod er nog niet is. En het regiolab, als je daarbij aansluit, ga je meedoen om daar de antwoorden die we nog niet hebben te vinden. En je mag natuurlijk ook daar je vragen in brengen. Twee is dat op IT Innovation Day, uit mijn hoofd, want IT Innovation Day klinkt als een dag, net als de dag van de duurzaamheid, maar dat is helemaal geen dag. IT Innovation Day is 3 of 4 dagen. Dus we moeten even kijken welke dag het precies wordt, maar in ieder geval de 24e, die donderdag, 24 september, gaat IT Innovation Day, willen wij daar zijn, met een hackathon die gaat over zorg en ICT. Waar ook onderwijs, arbeidsmarkt koppelen. En we werken als regio Amersfoort op een uitstekende manier samen, dus dat smaakt naar meer en dat zal denk ik ook nog eens een keer door deze ontwikkeling versterkt worden. Dus deze drie, ja, dus zoals u is aangegeven, gaan we hier door deze deur straks daar naar de voorkant van Maandenmaak uit en dan is aan u de vraag van welk van de drie de ons gekozen vangsten van de dag uw hart naar uit gaat en dan is het verzoek of u daar uw badge in nog hoort. Dirk, waarom zijn wij vandaag in deze samenleving, in deze wereld? Wat is onze taak? En hoe kunnen we daar onze best op voorbereiden? En ik denk dat door samenwerking en door verbinding dat het allerbeste is. Ik vond het mooiste van deze dag, in mijn gevoel, dat wij de verbinding tot stand hebben gelegd wat de doelstelling is ook van de regioconferentie. Om jaarlijks zo'n bijeenkomst te beleggen waarin partijen bij elkaar komen die elkaar anders niet zien, maar die wel elkaar veel te zeggen hebben. En dat is er helemaal uitgekomen. En dan zijn de dingen die gaan dan meteen in de snelheid naar Innovation Day, catch of the day van nou laten we maar meteen iets concreets maken. Dat is belangrijk. Aan de andere kant is het ook belangrijk om te zaaien. We hebben 2 weken geleden hebben we 430.000 pootaaltjes, glasaaltjes uitgezet op het Emir. Dat is gedaan omdat wij willen dat de palingstand in stand blijft en weer tot grotere hoogte komt in Nederland. Per slotverrekening, niet omdat we de paling een heel lang leven gunnen, per slotverrekening willen we weer tijd in de pan of in de rookkast of waar dan ook. Dus duurzaam paling, ja, dat is toch wel, dat moet wel in die circulatie. Ja, nee, dat klopt, maar dat is gewoon goed als je echt van paling houdt, dan eet je hem op. Dus die pootaaltjes die moesten dus worden uitgezet en dat zal nog even duren. Dus soms willen we iets in 2-3 maanden doen en soms moet het 2-3 jaar duren. Nou, dan nemen we daar ook de tijd voor. Dat zal ook vandaag bewijzen dat de dingen die we doen, dat we niet allemaal zo in 1 keer kunnen doen. Maar als je in Spakenburg bent geweest, dan kan het toch niet anders dan dat je gezongen moet hebben van die fantastische Zuiderzee.